Hoe ver nog? Zien dan, laat maar eens zien. Wat zag je de kikker? Wat zag je? Oh, een vogeltje. Nou, hoe ga je eraf? Hallo allemaal, ik zal mijn zonnebril even omhoog zetten. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag tweede paasdag. Dus wij zijn nog met z'n allen lekker vrij. Ja, en we hebben nog meer mensen bij ons, maar die zitten in de auto hierachter. Want dat zijn tante Gunita, oma Dimitri en Luna, hè? Ja. En die gaan met ons mee op pad. Ja. Lig je lekker, Boas? En het wordt mooi weer. En wat gaan we doen dan? Het circussen. We gaan een hele leuke multicash doen. Ja. We starten bij vakantiepark Dierenbos. En daar is een multicash dat de kinderen op zoek moeten naar dieren. Yes. Dus ja. Ja, kijk vandaag gezellig met ons mee. Nou, we zijn gearriveerd bij het Dierenbos. Ja. Een plek in de buurt van vakantiepark Dierenbos. Ja. En nu staan we bij de parkering. Ja. Parkeren. En moeten wij nog 100 meter lopen? Hoe ver nog? Nog 70 meter. 70? Oh. En papa had dadelijk ook een blaadje bij, hè? Blaadje? Hoe? Ja. Hoezo? Wat een mooi bos hier, hè? Een waterbubbel. Hier kan ook heksen zijn. Zijn die heksen? Nee, joh. Jawel, en ik nee, we moeten dieren. Dieren moeten wij zoeken. Kunnen ook vleermuizen. Nee, we moeten dieren zoeken, geen heksen. Ja, niet Luna. Diertjes, hè? Vleermuizen zijn ook al diertjes. Ja, vleermuizen ook dieren, maar volgens mij staat hier niet bij. Zodat ik even de blaadje van papa kijken. Kijken. Kijk eens in de dop. Zie! Ja, zie je? Stond bij die andere, stond dat niet. Ja. Nee, maar die was zo klein, maar ja. Dit, hier staat hij ook. Kunnen jullie hem hier goed zien? Dan laat mij eens zien. Ja, hier zie je hem ook. Krokodil. Oh ja, grappig. Kijk, grappig. Hier met de camera zie je hem niet. Zie je de krokodil? Grappig. Ja. De kikker? Ja. Waar zie jij een kikker dan? Ja, op de boom. Oh ja, oh wat leuk. Een kikkertje. Ja, kikker. Zag je de kikker? Ja. Nou, we zijn onderweg met deze route bezig en we hebben net de trekkerboog gehad. Nou, leuk, echt super leuk gedaan. Een hagedisje in de boom, ja, ik vond hem geweldig. We hebben hem gevonden, gespot. En nu gaan we weer naar de volgende waypoint. Dus we gaan weer verder. Kijk maar, Luna. Oh ja, cool. Vogelhuisje dan. Dan moet ik een vogeltje opschrijven. Vogeltje. Maar eens kijken, heb je hem gezien? Luan, ga eens aan de kant. Kan Luna ook kijken? Ja. Wat zag je? Oh, een vogeltje.
Hey. Kom maar. Geef aan mij. Oas. Heb je een mooi shirtje aan? Ja. Ja. Wat zei je? Ja, ik heb de camera, ja. Oh. Oh. Lopen jullie samen hand in hand? Ja. Als lief. Toch, Luna? Deze moet zo. En ze hebben een tijger gevonden. Ja, een grote tijger. Zullen we naar binnen? Weet ik niet. Denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar in ieder geval, er zit een tijger in, of niet, Luan? Ja. Een grote tijger. Een grote. Niel, kijken. Een spin. Wauw. Daar moeten we wel lachen, hè? Ja. Geef mama de telefoon maar eens. En we hebben de grote schat gevonden. En na de route zijn wij nog even een ijsje gaan eten in de speeltuin. En jullie zullen vast deze speeltuin wel herkennen. Papa zit in het ijs volgens mij. Hey Niel, ben jij hier? Ja. Wat is er? Hey, hebben we daar Boas? Hallo. Hallo Boas. Weg is hij. Ga je omhoog? En nog hoger. Kom maar. Boas, kom. Wat zei je nou, Leon? Te groot, kleibaan. Gaat heel hard, zal mama aan de voorkant gaan staan dan. Misschien gaat Boas ook al mee. Ja, doe maar. Boas naar de bovenste. Gaat Leon ook naartoe? Ja, hop, lopen. Kom maar. Hij gaat daar. Luan komt wel naar boven, hè? Zo, die gaat hard. Ja, ook voor het klimmen, Luan. Laat het zien dan. Zo, Luan, dan kun je ook voor het goed klimmen, zeg. Mama, ik kan zo. Ik kom ook op je lopen. Mama, weet je hoe ik het ga eraf? Nou, hoe ga je eraf? Dat is een aapje. En dan nog onderdoor. Ga je weer naar beneden?
Het was weer een prachtige dag vandaag. We hebben echt genoten. We hebben lekker gewandeld. We hebben kerstjes gevonden. We hebben nog in de speeltuin gespeeld. We hebben ijsjes op. Nou, het was super gewoon. Ik heb echt genoten van dit weekend eigenlijk. Ook deze dag. Het was geweldig. In ieder geval vonden jullie het ook geweldig. En vonden jullie het super leuk. Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet 100 te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!